zijn de wereld nog niet uit. Bomen worden tegenwoordig geplant zonder kruid. Chemicaliën als voeding gebruikt. Het fruit ruikt, proeft en het voelt maar blijkt. Tovenarij van het Westerse Rijk. Ik zie geen spoken, maar wel de waarheid. De duivel in bedrijf zich verscholen in het lijf van de dood. Opgeschreven lijken, ja dat zijn wij. Ondertussen zijn een aantal geesten verrijkt. Gaan we strijden met de bezetenen. Steek de wierook aan terwijl ik hem uitdrijf. Met de maaikan zal ik je zegenen. Kom eruit, diener van Satan, Lucifer, zoon, ik beveel je nu om te gaan. Brand in de hel, ga terug waar je vandaan kwam. En geef door aan je vader dat hij me nooit aan kan. Ziektes, dood, hongersnood, moord, geen wonder. Politieke, criminele wezen, geen wonder. Verkrachting, verwachting, verachting, adoptie, mishandeling. Het is geen wonder. Kapitalisme, religie, fascisme, de huidige conditie is geen wonder. Me dagelijks over honderden wonderen. Verhongerende jongeren zonder toekomst. Terwijl Hollywood verspilt wat hun toekomt. Geld moet rollen, met alle gevolgen van dien. En de zorgen zien we morgen. Nieuws om 10. 3 bomaanslagen, 2 orkanen, 1 grote sensatie. We creëren het samen, de herders en de schapen. Kranten en de bladen staan er vol mee. Wat een wonderlijk idee. Liever moord en doodslag dan hoop en gelach op tv. Iedereen doet mee, dus verdachten zijn er veel. De verwachting van krapachtige reddingsacties verveeld. Kapitalistisch, tactisch verdeeld. Wit gewassen, wind verspeeld. Stilletjes gestopt in de doofpot. Als smokers in een rookpot. Je financiert de dood toch? Oorlog is nog steeds niet gewonnen. Grenzen worden grondig verlegd. Dus ik zeg geen wonder. Ziektes, dood, hongersnood, moord. Geen wonder. Politieke, criminele wezen. Geen wonder. Verkrachting, verwachting, verachting, adoptie, mishandeling. Het is geen wonder. Kapitalisme, religie, fascisme. De huidige conditie is geen wonder. Dochter 24 jaar lang gevangen hield, verkrachtte en 7 kinderen bij haar verwekte. 1 kind overleed. Dat president Bush deze aanval heeft ingelast op advies van de CIA-directeur. Hij is als 14-jarige jongen gedwongen om te vechten in een burgeroorlog tussen de regering in het noorden en de rebellen in het zuiden van Soedan.